Hey Bart Valkenier hier van 2D3D in de school.nl en welkom bij de eerste video van de OpenShot Video Editor Training Serie. In deze video gaan we kijken naar projectbestanden importeren, uh, ze bekijken oftewel voorvertonen, heet dat hier, op de tijdlijn zetten, uh, sporen uitleggen, uh, profiel, etc. Als jij OpenShot opent, dan uh, zie jij uh, dit scherm. Ik heb al wat uh, projectbestanden erin gegooid en dat kan je doen door rechtermuisknop muisknop bestanden importeren. Maar ook heel handig is het je run Fantastische wedstrijd van Survival Run. Zwolle. Je kan hier gewoon een perkbestanden kiezen. En die kan je ook direct erin slepen. En ze staan erin. Super handig. Als je het scherm groot wil krijgen, druk je natuurlijk op maximaliseren. Maar hier zit een knopje, kan die in nog groter. Namelijk schermvullend. Heel handig. Um, hier zie je videobestanden, hier zie je een titel, maar daar komen we in de volgende video op terug. En hier zie je een filmbestand. Je kan dus van alles importeren en mee aan de slag gaan. Um, even denken, oh ja, als jij die video wil bekijken, dubbelklik heeft niet zoveel resultaat. rechtermuisknop wel en er staat hier bestand voorvertonen. Dan krijg je een, een nieuw schermpje, het drukt op play. En het bestand uh, wordt afgespeeld. De... Start. Dit is niet een uh, club van een garage of zo. <laughs> dit is gewoon rennen met ballast, oftewel een band. Hoe dan ook, uh, dit bestand kun je dan bekijken en vervolgens kun je die in de tijdlijn zetten. Voordat je dat gaat doen, moet je eerst even nadenken over je profiel en uh, wat is je profiel? Dat staat hier. Dit knopje hiernaast, daar staat kies profiel. En bij profiel wil zeggen eigenlijk de instellingen voor je project. Want jouw uh, filmbestanden hebben bepaalde eigenschappen, maar jouw project heeft ook bepaalde eigenschappen. Nou, het is goed om die twee te matchen. Uh, bij andere videosoftware gaat dat automatisch. daar heb je die optie, maar hier moet je zelf even goed nadenken. Hier, je kan zelfs uh, met 4K editen in dit gratis programma. Hoe cool is dat? Joepie die poepie. En hier zie je trouwens ook nog um, een beetje theoretisch, maar staat een I. En een P, I staat voor Interlaced, en P staat voor Progressive. Zonder op de theorie in te gaan, kies gewoon altijd voor P. Kies nooit voor iets met een ietje erachter, 1080 I. Nee, kies voor P. En hier staat natuurlijk 1080, dat staat voor de resolutie van het project, en een 27. Dus uh, nou, laten wij eens eventjes 1080p 25 frames per seconde kiezen. Hoppakee, en sluit. Um, hoe krijg je bestanden in je tijdlijn? Heel makkelijk. Je, je pakt ze op, je sleept ze erin en je zet ze erop. Um, dat is ook heel handig om dan gelijk het volgende uit te leggen. We zien hier verschillende tracks: 0, 1, 2, 3 en 4. En je kan dus kiezen waar je een bestand opzet. En als jij uh, play drukt, dan zie jij hier het hele bestand tevoorschijn komen. Um, als ik er nog eentje opzet, uh, deze bijvoorbeeld. Heb ik hier eens op track 1 een videobestand en op track 2 ook? En nu zien wij die nog van track 1, maar let op wat er gebeurt. En hoppakee, ik zit opeens in een soort van uh, kano. En dat komt natuurlijk omdat deze Videolaag boven die andere zit. Dus zolang jij uh, niks doet met deze bovenste, en dan met niks doen bedoel ik bijvoorbeeld de doorzichtigheid veranderen, deze is nu 100% uh, gevuld, oftewel 0% doorzichtig. En dan krijg je die dus te zien. Dus de bovenste Videolaag wint het altijd van de onderste. Um, wat ook heel goed is om te weten, is dat dit is nu enorm. Oh, hier kan je trouwens uh, uitzoomen en je ziet dat deze clips uh, super lang zijn. <laughs> Ik heb de hele tijd met een GoPro op mijn hoofd deze wedstrijd gelopen. Deze is zo lang en deze is zo lang. En je wil een stukje van deze clip afhalen. Dat kan je ook doen door, uh, hier zie je een schaartje. En als je op je schaartje klikt, dan krijg je hier een knipding. Go, go, knip. Ja, daar is die en heb je dus uh, geknipt en heb je de clip ingekort. Dat is allemaal prima, maar ik ga je nu een betere manier laten zien. Want stel je voor ik heb hier de uh, filmpje van de start en als ik op clip splitsen klik, dan krijg ik hier dus het filmpje van de start en dan kan ik die hier uh, afspelen. Maar dit eerste gedeelte, dat hoef ik er helemaal niet in. Ik wil pas vanaf hier bijvoorbeeld. Hier zeg ik uh, selecteer als waar het begin. Twee, 1. Ren maar en ik wil dit als einde. Dan zeg ik hier bij de naam maak ik start van en als ik op nieuw druk en dan schrijf ik dit schermpje af, dan krijg ik dus een nieuw filmpje in mijn projectbestanden paneel die start heet. En dan kun je dus dat filmpje start erin slepen. En ah, had ik dat al verteld? Ik weet het niet, maar hier kan je in ieder geval uh, inzoomen. Inzoomen. En dan heb je dus precies dat stukje te pakken wat je wil. En dat is soms gewoon handiger. Dan met uh, knippen te doen of met uh, links en rechts een clip langer en korter maken. En als je dat gewoon uh, stel je voor, zo ga je te werk: je hebt al je bronbestanden, je gaat ze kijken, je gaat ze splitten en je geeft er een uh, nieuw naampje aan. En op die manier heb jij dus een heel mooi overzicht van de stukjes die je in je film wil hebben. En dat werkt later in de tijdlijn een stuk beter en een stuk sneller. Rest mij nog één ding te vertellen. Je hebt hier weergaven, uh, weergaven. Weergave. Je hebt eenvoudige weergaven, zoals je hier ziet. Nu is dat paneel van eigenschappen weg, waar ik in de volgende video op terugkom. Of je hebt de weergaven geavanceerd, waarin je van alles ziet en uh, overgangen effecten komt. In deze trainingsserie weer allemaal terug, hoor. Dat gaan we allemaal uh, allemaal zien. En als je op eenvoudig klikt, krijg je deze. En wat ook kan is dat je hier een knopje. Hier is het uh, afsluiten. Dus dan gaat het scherm weg. Maar op dit knopje, dan Krijg je het scherm als het ware voor je te zien? Dan gaat hij eruit? En dan kan je zelf bepalen waar je die uh, terecht moet komen. Dus niet hier. Dus op die manier kun je ook je eigen user interface van het programma, dus datgene waar je ziet en waar je in werkt, mee aanpassen. Maar je kan altijd weer terug als je er een soortje van gemaakt hebt na eenvoudige weergave. En dan doe je weer dit. Goed, dit was de eerste video in de uh, serie van Open Shot Video Editor. Tot de volgende. Doei!